Nou, we lopen hier in Almere in de straat waar Nicky Boris woont. Want ik ga de prijs overhandigen voor de beste kunstschaatser van het jaar. En die heet Sjoukje Dijkstra, die prijs. En ik ben heel blij dat ik hem eindelijk weer kan uitreiken. Hallo Nicky. Ik wou je feliciteren. Ja. Met de prijs van de beste kunstschaatser dit jaar. Oh, en die heet Sjoukje Dijkstra, die prijs. En wow. Ik ben blij dat ik hem eindelijk weer kan uitreiken. Want we hebben hem 5 jaar niet kunnen uitreiken omdat er niemand goed genoeg was. Okay. Ik ben heel trots en blij dat jij hem hebt. Wauw, bedankt. Wat cool. Wat gaaf. Het was zeker een verrassing dat ze aan de deur stond. Ik had het totaal niet verwacht. En ja, super gaaf. Het is super gaaf om na zoveel jaar die prijs te krijgen. Ja, het is gewoon, ik heb daar eigenlijk geen woorden voor op dit moment. Ik vind het gewoon super leuk dat die prijs weer uit de kast is. En dat ik hem dan mag aannemen, dat vind ik echt geweldig. Ik ben blij dat ik de Sjoukje Dijkstra prijs weer kon uitreiken. We hebben hem 5 jaar niet kunnen uitreiken omdat niemand eigenlijk de prestatie heeft gebracht. En Nicky heeft hem dit jaar gekregen omdat ten eerste heeft ze in het laatste half jaar ontzettend veel vooruitgang geboekt. En ze is naar de Europese en de wereldkampioenschappen geweest. Dus ik vond echt dat ze het wel verdiende. Ik denk dat ik best wel vooruitgang heb laten zien. En ik ben natuurlijk naar de EK geweest, WK junioren. En dan als klap op de vuurpijl ook nog naar de WK senioren geweest. En ik denk dat dat zeer zeker te maken heeft met dat ik het nu heb verdiend. Nou, ze heeft op de laatste jaar eigenlijk veel geleerd. Ze doet de sprongen al veel beter weer. En ze heeft ontzettend veel vaart als ze schaatst. En ze wordt volwassener en ze is heel erg vooruit gegaan. Dit is zeker een stimulans om door te gaan op de manier waarop ik bezig ben. Het heeft laten zien dit seizoen dat ik op de goede weg ben en dat ik de dingen die ik heb veranderd nu ook zo moet houden. Want ik ga nu bergopwaarts en in plaats van eraf. Dus daar heb ik geen zin meer in. Ik heb geen zin meer in diepe dalen. Dus gewoon zo doorgaan en op naar volgend seizoen. Ja, het is een genot om naar dit zitten kijken natuurlijk. En vooral als ze goed op de muziek rijdt en als alle sprongen lukken, dat is natuurlijk, dat vind ik fantastisch. En het kunstrijden is heel mooi. Om steeds hoger op te komen, internationaal. Natuurlijk om weer de nationaal kampioen te worden. En om zo de weg naar de Olympische Spelen te bewandelen.